shit. Holy shit. Oh, oh. Oh, dat ik dat heb overleefd. Oh, niet normaal. Oh, dat was zoveel. Woe, woe. Dat was heel veel geluk. Yo mensen, hier is William en leuk dat jij weer kijkt naar deze gloednieuwe video. Het is dus zo dat ik een tijdje niet meer echt zo tegen jullie heb gepraat, omdat de afgelopen video's alleen maar vlogs waren. Alleen, hier zitten we weer op mijn kamer, pratend over het volgende. Zoals de meesten van jullie wel weten was het afgelopen vrijdag Black Friday en vandaag was het Cyber Monday. En dat betekent dat er superveel korting is. Dus vandaar dacht ik, laat ik eens even een video maken over de voordelen. Eigenlijk de gewoon de chille kant van Black Friday waar je gewoon superveel korting hebt. En alleen aan de andere kant zit er ook een nadeel aan, want je kan ook gewoon volledig op je bek geslagen worden tijdens Black Friday. Gelukkig niet in Nederland. Nou, het kan wel, maar gebeurt niet zo snel. Daarom gaan wij vandaag kijken naar video's in landen waar Black Friday toch een tikkeltje, meer gewoon een dikke tik, gewoon echt één harde punch en harde slag anders wordt gehouden dan hier. Doe alvast zeker even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dat dan zeker niet te doen. En laat vooral in de reacties even weten wat jij hebt gekocht met zieke korting dit weekend. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En dan gaan we gewoon beginnen met deze video. Let's go. No way. Nationwide, those hours of waiting in line overnight. 33 hours out here. Wacht. Wat zei die vent? 33 hours out here. 33 uur wachten in de rij. 33 uur wachten in een rij voor een winkel voor één bepaald product wat je wil hebben. Waar slaat dat op? Waarom zou je dat ever doen? Het komt ook echt helemaal in het nieuws en shit. Black Friday frenzy. And this gun is normally $20. Right now it's $9.99 while supplies last. You zombies are the reason that Thanksgiving and holidays are being destroyed. Okay, volgens mij, als ik dit correct heb, is Thanksgiving is de dag voor Black Friday. Dat is een dag in Amerika waar je gewoon met je familie bent en dat soort dingen. Alleen, als deze vent 33 uur in de rij heeft gewacht, wat meer is dan één dag, dan heeft hij dus gewoon de tijd met zijn familie geskipt voor dat ene product die hij zo graag wou hebben. Terwijl het in Amerika een heel belangrijk feest is. Ik weet niet of ik dit zo net helder heb gezegd, maar ik bedoel, ja. Are you serious? Die rijen, ouwe. Dat is toch niet normaal. Wat zie je dan al? Allemaal tv's? En allemaal andere elektronische shit? Oké. Oké, volgens mij hebben die mensen echt dikke research gedaan naar wat ze nou precies wilden hebben. Want volgens mij kijken ze echt gewoon niet naar de prijs. Ze pakken namelijk gewoon echt allemaal shit. Ze hebben sowieso hiervoor research gedaan. Maar wat is hier gaan? Nee. Nee, dit gaat zo hard uit de hand lopen. Dit gaat zo hard uit de hand lopen. Nee. Je zou dan maar werken. En dan nog proberen iedereen veilig te houden. Maar yo. Nee, joh, doe normaal. Kijk, die mensen hier zo zijn al aan het discussiëren van wat. Nee. Dit slaat toch helemaal nergens op, ouwe. Die gozer die staat gewoon op die andere tv-box. Hij heeft gewoon scheid. Nee, joh. Oh, wat? Nee, dit is wel echt heel bizar, hoor. Ik ben echt blij dat het in Nederland niet zo is. Nee. Black Friday. Wacht even, dat wil ik nog een keer zien. Die vrouw die komt helemaal blij naar binnen toe gerend. Oh, die shit, al die mensen, jongen. Nee, joh. Nee, dat is toch niet normaal. Wow. Al die mensen gek. Oh, als die deuren open gaan. Maar daar gaan ze. Nee. Yo. Dit is zo bizar. Wat? Nee, joh. When somebody gets the last flat screen TV on Black Friday.
Oké, ja. Black Friday. Wanneer mensen elkaar overrompelen voor goedkope goederen. Een paar uur nadat ze hebben geaccepteerd dat ze blij moeten zijn met wat ze al hebben. Ja, dat is dus wat ik bedoelde. Oké, Thanksgiving. Oké, we moeten zo blij zijn met alles wat we al hebben. Er zijn zoveel mensen die veel minder dingen hebben dan wij. Wij moeten blij zijn met wat we al hebben. Ik hoef verder echt niks meer om gelukkig te zijn. Ik ben gelukkig op dit moment. Ik heb alles. Ik heb een huis. Ik heb voedsel. Ik ben gewoon gelukkig op dit moment. Volgende dag. Jij had die tv eerder gepakt dan ik, hè? Nee, het is mijn tv. Weet je hoe lang ik die tv al wou? Ik wou die tv al zo lang. Jij moet echt je mail houden, want die tv is nu van mij. Oké. Ik doe normaal gesproken niet aan Black Friday. Maar als ik dat wel doe, dan word ik volledig overlopen. Dan krijg ik pepperspray in mijn gezicht. Dan word ik helemaal uitgescholden. En doen mijn kortingsbonnen het niet. Black Friday in America. Yeah. All this spending on Black Friday. You would better pay your electricity bill first. Or next Friday will be black too. Oké, ja, die is wel echt heel goed. Weet je wat is bij Black Friday? Eigenlijk is het dikke oplichterij. Of ze doen spullen in de korting die al lang niet meer in de trend of de mode of iets in de richting zijn. Of ze gaan een tijdje voor Black Friday de prijs weer omhoog gooien. En van dat bedrag de korting eraf halen. Waardoor het echt maar 5 of 10 euro korting is. Black Friday in the US be like. Black Friday in Canada be like. Oké, ja, precies. Dit is dus, kijk, Amerika is het bovenste gedeelte. De rest van de wereld is gewoon het onderste gedeelte. Ik ben zo blij dat het in Nederland niet zo erg is. Aan de andere kant is het ook wel grappig om een beetje mensen te zien vechten om een product waar echt maar 5 euro korting of 10 euro korting op is. Mensen, als jullie deze video leuk vonden, doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En laat hier zo in de reacties weten wat jullie nog hebben gekocht met Black Friday en of het waard was. En dan zie ik jullie gewoon volgende week maandag weer bij een nieuwe video. Later!